Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. Eerste wedstrijd van het natuurhuis, ik denk 14 januari. En waar baseer je dat op? Het is nu al best wel koud. Ik hoorde dat er een best wel koude weersvoorspelling is voor komende winter. En januari is nou een koude maand altijd. In december begint het een beetje. Dus ik denk 14 januari. Dat wordt 5 december 2018. En waarom? Nou ja, dat is ons vrije weekend en dan moeten we wel wat te doen hebben natuurlijk. Hè? Dus dan zal het wel mooi zijn als we dan weer een wedstrijd hebben. Nou, ik hoop eigenlijk dat het na 5 december is. We gaan na de Vierdaagse gaan we namelijk een beetje fietsen. Dus dan zijn we echt helemaal een top voor natuurijs. Dus met dit weer kan nu het water lekker een beetje afkoelen. Tot als we daarna vorst krijgen, dat we dan echt kunnen gaan knallen. Nou, 14 januari. Want dan is mijn verjaardag. Dan ben ik jarig, dus dan hoop ik dat hij dan is. Ja, ik denk 10 februari eigenlijk. Dat vind ik wel een mooie datum. Nou ja, eigenlijk omdat we dan net de natuurreiswedstrijden op de Wijssee ook hebben gehad. En daar zijn we allemaal een beetje gewend eraan. En dan zijn we allemaal er klaar voor. Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Voor mij mag de volgende week komen, maar dat zal wel lastig worden. En als je een datum moet gokken? Ik denk 5 januari. Ik denk dat het eerder komt hoor. Dus het begint nu al een beetje koud te worden. En dan 3 nachtjes pakt het straks even goed door. En dan kunnen we los.